Haarlem heeft een klein binnenstedelijk oppervlak. Er moet heel veel gebeuren. Alle, wat dan heet, modaliteiten van vervoer komen hier samen in deze ene OV-terminal. Wat de architect hier gedaan heeft, is de natuurlijke hoogteverschillen benutten. Dat heeft hij vertaald, al die organische vormen, in een gebouw wat ook al die organische vormen weer opnieuw in zich heeft. Het is een vreselijk lastig, complex werk. En dat komt omdat elke lijn hier krom en schuin is, wat je eigenlijk normaal niet hebt. Normaal heb je een kantoorpand wat recht en vierkant is, wat relatief eenvoudig te bouwen is met papieren tekeningen. Dat kan hier allemaal niet, dus wij werken hier puur digitaal in 3D-modellen. Al het rode wat je hier al ziet, dat is al het staal van de scheepsbouwer en die kan dus die vormen perfect maken. En die zijn natuurlijk gewend om in ronde vormen te werken. Straks loopt men van de bovenzijde, dat is aan die kant, kan men gewoon naar het kantorenplein lopen en kan men vanuit het kantorenplein via het balkon eigenlijk naar beneden lopen en loopt men via die zijde zo weer de stad in. Dat is straks het doel. Waar we hier beneden zijn, daar zal een soort zitplek, zitgelegenheid zijn waar straks men kan eten en wat drinken en wachten. De fase waar we nu in zitten tijdens de bouw is dat wij het betonwerk nagenoeg gereed hebben. En wij maken ons nu klaar om de voorbereidingen te treffen om het dak op de openbaar vervoerterminal te gaan plaatsen. Dat duurt nog een aantal weken. We staan aan de vooravond van een heel mooi stuk om het af te maken eigenlijk. Nou, persoonlijk, ik kom uit de buurt van Arnhem. Ik heb hier gestudeerd. Toen ik nog studeerde reed ik in een bus een keer. Toen waren ze met de tunnel bezig, de Willemstunnel waren ze aan het graven. Dat was een jaar of 13 geleden geloof ik. En nu ben ik dan zelf het sluitstuk aan het maken. Het is zo'n grote bouwput. En nu ben je echt eigenlijk het mooiste, de kers op de taart aan het zetten. Ik vind dat eigenlijk een hele mooie uitdaging. Als het straks af is, dan heeft Arnhem... ik weet niet of het mooiste stationsgebouw is, want dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Maar wel het technisch meest moeilijke en een van de meest unieke stationsgebouwen. Niet alleen in Nederland, maar ook ter wereld.